opvoeden de handel. Opvoeden! Er wordt niet opgevoed. Een woning aan de Rozenlaan in Schagen is gisteravond beschoten. In de voordeur zitten kogelgaten en in het gras zijn hulzen van munitie gevonden. Er raakte niemand gewond bij de beschieting, toch is de buurt behoorlijk geschrokken. Nou, ik hoorde gisteravond opeens 3, net of er grote blokken vielen. Maar ik dacht, er valt iets van een auto. Maar nu dat ik las van de schoot, ja, dat vind ik natuurlijk heel vervelend. Daar schrok ik ook van. Dat mensen zomaar aan Kalasnikov, zo weet ik wat voor ras zou kunnen komen. Bedreigend materiaal. De mentaliteit, het moet gewoon aangepakt worden. De bewoner van het beschoten huis aan de Rozenlaan is geschokt, vertelt hij aan NH Nieuws. Hij wil niet op camera zijn verhaal doen. Het is gericht op een persoon en er zal wel wat achter zitten. Wat woont hier dan? Dat dit gebeurt. Wat voor mensen wonen hier dan? In de Rozenlaan. Ja, dat is heel vervelend.